Heerlijke omstandigheden in Harkema. Lekker zonnetje. Het veld was niet echt geweldig. Maar de aanvallen van Oranje waren zeker de moeite van het bekijken waard in de eerste helft. Deze bal gaat prima naar voren. De redding is best goed. Kopkans was van Kai Sierhuis. Anders van Jong Ajax. En zo gaat Oranje door en door. Kadioglu, de man van NEC, komt hier prachtig naar binnen. Dan is dit de bal voor van Kluivert. En bij de tweede paal was er de mogelijkheid voor De Wit om de bal binnen te schuiven. U ziet, Oranje onder 19 krijgt de kansen. Oekraïne kijkt erbij. En doet vervolgens niet zo heel veel. Dit is Piet Paulusma. Ja, we zijn in Friesland, hè. Het is mooi weer en dus is Piet Paulusma ook van de partij. In de tweede helft, dit is Justin Kluivert. En die wordt neergehaald binnen de lijnen. En zo gaat de bal op de stip. Het is 10 minuten voor het einde van de wedstrijd. En de Harkemaarse hooligans hebben zich geplaatst op de staantribune om deze strafschop van dichtbij te bejubelen. Kadioglu, de speler van de NEC, maakt er dan 1-0 van in de 80ste minuut. En Oranje krijgt nog wat kansen ook om de stand nog een hoger aanzien te geven. De kans is voor Van Bergen, invaller aan de kant van Oranje. En hij schiet net naast omdat de bal nog net even opstuitert. Dan in de absolute slotfase, misschien wel het absoluut mooiste moment van deze wedstrijd. De akka van Justin Kluivert. Bal gaat voor en dan wordt hij nog afgerond ook. Dat maakt hem helemaal mooi. Een prachtige assist van Justin Kluivert. De goal van Kadioglu. En Oranje onder 19 wint met 2-0 van Oekraïne.